De term oral history slaat zowel op de wetenschappelijke methode van om geschiedenis te onderzoeken als op het product zelf, het oral history interview. En oral history interviews gaan er niet zozeer om waarheid te achterhalen, dus om de juiste jaartallen te weten en wanneer wat gebeurd is, maar vooral over beleving en betekenisgeving. En vaak met groepen die anders niet gehoord worden, omdat er weinig over hen geschreven wordt, omdat ze zelf te weinig geschreven hebben. Ja, oral history methode zorgt dus eigenlijk voor het bovenhalen van verhalen die anders niet of nauwelijks gehoord worden. En die je ook niet kunt teruglezen in publicaties. En vooral video-opname vind ik persoonlijk heel interessant, omdat je dan ook de expressie ziet van de persoon die de herinneringen bovenhaalt. Ik vind het zelf enorm fijn om de verhalen van mijn oma altijd te horen, die inmiddels 101 is. Want zij heeft heel veel meegemaakt. En dan denk ik ook van, goh, het zou toch eigenlijk mooi zijn om die verhalen vast te leggen. Zodat het ook weer doorverteld kan worden aan de toekomstige generaties. Atria is begonnen met een project Moving Women's History om de persoonlijke verhalen van vrouwen uit de tweede feministische golf vast te leggen als bron voor toekomstig onderzoek. En het kan gaan om vrouwen die een rolmodel waren voor andere vrouwen of die pionierster waren in hun eigen, op hun eigen terrein, of vrouwen die zich heel in hebben gezet voor de vrouwenbeweging. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld Dolomina of vrouwen uit de zwarte migranten- en vluchtelingenbeweging. En dit jaar zijn we begonnen met een project over vrouwelijke hoogleraren. Naar aanleiding van 100 jaar, dat is 100 jaar geleden, is dat Johanna Westerdijk als eerste vrouwelijke professor in Nederland benoemd was. Jazeker. Het streven is om 100 vrouwen te halen, dus de steun van iedereen is hard nodig. En dat kan door middel van een donatie aan het Aletta Jacobsfonds. www.alettajacobsfonds.nl